Jongens, jullie zien natuurlijk nu nog even geen beeld. En dan denk je misschien van, Roy, ik zie geen beeld. Ik ga dat nu in de reactie zetten. Nee, jongens, er is wel beeld. En ik ga het je nu laten zien. Dit is toch heftig? Dit is toch hartstikke heftig, jongens? Dit is toch nog geen achtergrond? Dit ken echt niet. Ik heb er nog niks staan. Er staat hier zelfs toch een verhuisdoos. Ik weet niet of jullie hem zien. En een plantenpot. En een lamp. Dit is nog een beetje zielig. Maar daar gaan we nog verandering in brengen. Vandaag heb ik iets heel erg leuks voor jullie. Ja, en ook voor mezelf. Want ik heb er zelf heel veel zin in. Want vandaag gaan wij weer een bouwserie starten, jongens. Oh my god. Ik heb er zoveel zin in. Weet jullie nog dat wij de IKEA hebben gebouwd? En toen dat ik nog zei van, ja, volgende week gaan we meteen weer beginnen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar vandaag gaan we daar weer lekker mee beginnen. En ik wil dit gewoon om de dag proberen te gaan uploaden. Want ik vind het hartstikke leuk. Het is voor mij ook wel, klinkt een beetje gek. Maar voor mij is het ook makkelijk om gewoon te uploaden. Het klinkt ook stom, maar voor mij kost het ook niet heel erg veel tijd. Dus het is voor mij ook wel makkelijk, omdat ik het nu heel erg druk heb, om dit even lekker ertussen door te doen. Want jullie vinden dat hartstikke leuk. En ik vind het hartstikke leuk. En ik mis jullie echt. Ik zit soms gewoon oude filmpjes te kijken. En dan in de reacties te kijken. Omdat ik het gewoon mis. Ik mis gewoon jullie gezelligheid. Dus, nou, kijk, die heb ik wel eens op Instagram. Maar op YouTube zitten ook heel veel leuke mensen. Dus ja. Daar zijn we weer. We gaan lekker bouwen. En je denkt misschien wel, Roy, wat gaan we bouwen? Nou, dat kan je natuurlijk ook in de titel zien. Want Roy is weer zo'n gluiper. Die zet het daar gewoon even in. Vandaag gaan we een winkelcentrum maken, jongens. In The Sims 4. En het wordt niet zomaar een winkelcentrum. Oh, nee, nee, nee. Nee, dit winkelcentrum wordt heel erg cool. Want we gaan niet zomaar een winkelcentrum maken. Dit wordt een... het wordt heel groen. Er komen heel veel planten. Het wordt een beetje... Omdat het... Kijk, het staat ook een beetje in de natuur. Hier was eerst een park. Dus ja, ik wil niet helemaal vol gaan bouwen. Zoals de stad hier. San Shimini Mishimono. Mishinu. I don't know. En ja, ik weet het. Het staat linksbovenin. Weide van Mishinu. Dat laten we nog even lekker staan. Jullie mogen een mooie naam gaan verzinnen dadelijk. Oké. Ik had een idee. Want je kan natuurlijk ook in de Sims kan je... de grond hier beneden kan je weghalen. Kijk, ik zal het even demonstreren, jongens. Kijk, als je dit doet en je klikt dit aan. Dus even weer een ding hacken, een Sims hack. En je klikt hier plafond verwijderen. Dan heb je een gat in de vloer. Hoe mooi is dat gat in de vloer? Dus mij leek het me super cool om met verschillende hoogtes te gaan werken. En het kan super groot worden, want we hebben een heel groot oppervlakte. Volgens mij dezelfde grootte als van de IKEA vorige keer. Maar dat weet ik niet zeker. Maar we kunnen dus echt van alles gaan doen. Dus we kunnen, weet ik veel, misschien kunnen we ook een soort leuke sportschool erin kwijt. Met een zwembad of zo. En dat zwembad zie je dan misschien ook wel weer als je... Nee, dat is een beetje raar. Ik wilde zeggen, dan zie je dat zwembad als je daar gewoon langs loopt. Dan zie je mensen zwemmen, maar dat is misschien wel een beetje... Oeh, dan durf ik niet te zwemmen. Dan kijkt iedereen naar je broek en zo, naar je benen. En komt er dadelijk iemand die is helemaal gek op voeten. Nou, die zit naar voeten te kijken. Oh, nee. Jongens, daar moeten we niet aan beginnen. Oké, maar het idee is er. Of een zwembad heel hoog of zo, hier aan deze kant. Of we kunnen een mini hotelletje erin kwijt. Weet je, ik wil het echt heel hoog gaan bouwen. Maar ook met heel veel lagen. Dus er komt van alles. En dat lijkt me gewoon ontzettend leuk om dat met jullie het allemaal te gaan doen. Dus wat leek mij heel erg leuk is om, wat ik net ook had, in het midden eigenlijk een soort opening te maken. En dat wordt eigenlijk dus de begane grond. Waardoor we heel veel ruimtes hebben om te bouwen. Dus oh my god, dit wordt zo leuk. Eventjes zien. Ik wilde denk ik ook, wat ik ook wil doen. Kijk, je kan hier natuurlijk al omheen lopen. Maar ik wil denk ik ook dat je er zelf... omheen kan lopen. Oh jongens, wat is het donker in dit hol. Weet je, ik heb mijn lampen hier nog niet, jongens. Mijn gekleurde lampjes. Je moet het doen met deze paal. Zo, gelijk de hemelpoort is weer open. Daar moeten we het even mee doen, hè. Ik heb hier een hoe heet zo'n ding. Ik heb letterlijk een laken aan mijn raam geplakt. Want ik zat hier een paar dagen geleden om 11 uur 's avonds. En ik voelde me zo naar binnen gekeken. Ook al zit ik niet op de begane grond met mijn huis. Maar ja, het was... Nee, I don't like it. Nee. Oké, even kijken. Dit kan denk ik niet. Nee, dan zit je buiten het ding. Dat is wel shit. Oké, wat ik wil doen. Ik wil eerst eventjes een soort
We gaan even de bouwlijnen neerzetten vandaag. En dat is heel belangrijk, want als we dat neer hebben gezet, dan kunnen we uiteindelijk de... kunnen we goed gaan bouwen. En dat is heel belangrijk. Het is het meeste werk eigenlijk. Dus dat moeten we zeker wel eventjes doen. Oké, het is 3 blokjes groot. Zo, volgens mij. Dus we kunnen het altijd nog aanpassen. Zo, ik doe wel... Oh, dit kan weer niet. Nou, dat kan hartstikke wel hoor. Ik heb het net toch ook gedaan, joh, flapdoos. Oh jongens, ik zat laatst bij een lezing. Of nee, een theatercollege. Ik zeg het steeds verkeerd. Ik zeg steeds, jongens, ik zat bij een dinges. Oh, dit zijn 4 blokjes. Misschien vind ik 4 wel mooier. Dit zijn er ook 4, of niet? Ja, oké. Ik zat laatst bij een theatercollege. Dit zijn er ook 4. Oh, en dit zijn er ook 4. Oké, top. En ik zat bij een theatercollege. En dat ging over minimalisme. En nou, toen zei hij wat uit zijn boek. Het woord quinoa-kut. Nou, ik ging helemaal stuk. En tofu-doos. Van die mensen die vegetarisch zijn, weet je. Of vegan, veganistisch. Ik ben zelf vegetarisch, dus ik mag het gewoon lekker zeggen hoor. Hallo. Maar soms ja, krijgen mensen zulke woorden naar hun hoofd. Ik moest zo hard lachen erom. Ik kon echt niet stoppen met lachen. Zat ik in die zaal keihard te lachen. Jullie kennen mijn lach. En vooral als ik heel hard lach. Nou, dan gaat niet goed hoor. Heel die zaal ging... die hoorde mij. Nou ja. Het zal wel. Oké. Zo. Kijk, dit bedoelde ik met een soort border. Het ziet er nu allemaal nog een beetje gek uit. En ik zal dit eventjes weghalen. Kan dat zo? Natuurlijk kan dat, Roy. Zeker weten. Het lijkt nu op een beetje op een soort... We zijn op het strand en we hebben een vierkante emmer. En we zetten even dat hoopje even neer. Daar lijkt het op. Of een goor blokje kaas. Zal ik het geel maken, jongens? Gadverdamme. Super vies. Oké, maar wat ik hiermee wil gaan doen... nou, je moet natuurlijk ook in deze ring kunnen komen. Dus er komen hier trappen aan de zijkant. Ja, misschien wordt deze kant wordt het wel wat breder. Dus kijk, dat kan ik gewoon makkelijk doen, denk ik. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Kijk, huppatee. Want kijk, hier kom je een beetje binnen. En hier kom je binnen, volgens mij. Oh nee, alleen kom je hier binnen. Oké, dat is prima. Ja, ik wil het een beetje... Het wordt een beetje een chaotisch iets, maar wel heel erg mooi. En wel iets wat je zou zien. Bijvoorbeeld, wij hebben de markt al in Rotterdam, hè, jongens. Nou, daar gaan heel veel toeristen heen. Omdat het gewoon iets bijzonders is. Nou, kijk, dit wordt ook zoiets bijzonders. Maar het wordt geen markthal. Maar dan wel iets moois. Maar het wordt ook niet dat je alleen eten kan kopen en zo. Nee, jongens. Nee, je kan flink gaan eten bij mij, hoor. Of flink gaan shoppen. Dat bedoel ik. Oké, ik moet even meten hoeveel blokjes dit zijn. Kun je dat tegenwoordig niet meer zien? Oh, wacht. Dan moet je dit doen, toch? Oh, wacht. Deze moet je hebben. Je kon toch zien hoeveel blokken het waren vroeger? Of is dat echt Simsalabim 3? Ja, dat weet ik geen eens meer. Hé, waarom kan ik me dat niet herinneren? Wacht, is het nu met dit? Waar zijn die blokjes? Oké, ga ik blokjes stellen dan? 1, 2, 3, nee. Oké, ik ga het gewoon wilde gok doen. Kijk, dit is het midden. Ik ga dat gewoon hiermee houden. Zo, dit is het midden. Zo. En dan 2 blokjes. Zijn dit er 2? Nee, het zijn er zeker 2,5. Ja, natuurlijk, Roy. Maar ik vind ze wel prima. Oké, even kijken. Het mag best wel een flinke passage zijn. Dus even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laten we 6 doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het lijkt nu heel erg breed. Dat is het ook. Maar er komt ook planten in het midden. En er komen bruggen. En je moet wel even wat lekker wat opens hebben, hè? Dus ja, dat mag. Oké, fijn dat mag, Roy. Super. Oké, dit blokje was het. Zo, ik zet het eventjes neer. Even markeren. Zo. Oké, en dan mag dit. Oh, dit mag helemaal door. Zit hij nu goed? Ja, dat kan ik natuurlijk niet zien. Ik doe wel even zo. Het is misschien nu een saaie aflevering, jongens. Maar binnenkort, jongens, dan gaan we los. En dan kunnen jullie gaan verzinnen in wat voor winkels er komen. Nou, ik kijk daar al naar uit. En ik heb het... Ja, ik mag het ook verzinnen. Maar jullie mogen het natuurlijk ook verzinnen. Hey,
Zeker weten. Ja, ik wil graag weten wat jullie van het idee vinden van een bijvoorbeeld een klein hotelletje of zo met een zwembad boven en dan met mooi uitzicht of zo. Dus misschien hier echt 2 of 3 kamers of zo, hè? Niet groot, gewoon een soort alsof je in Parijs bent, zo'n klein motelletje of zo. I don't know. Ik vind het wel een cool idee. Oké. Okay. Oh jongens, het lijkt nu zo lelijk nog, maar het wordt echt heel gaaf dit. Het wordt echt cool. Het ziet er nu een beetje lelijk uit. Het ziet er echt uit alsof een kleuter zit te simsen. Nou, dat ben ik ook. Ik ben ook een kleuter. Maar nee, dit wordt super mooi. Echt, ik meen het. Oké, laten we ook even de basis leggen van de vloer. Want dit kan niet, hè, jongens. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Maar kan je trouwens dit wel een kleur geven? Dat hoop ik wel. Oh, natuurlijk kan dat. Hey, dat is mooi. Dat is helemaal goed. Kijk, wat het gekke nu is, is dat we nu eigenlijk een soort extra lagen bij hebben. Kijk, je komt hier aan en dan denk je van, wow, wat is het cool. Maar dan moet je eerst naar beneden om er te komen. Misschien kunnen we ook wel een bruggetje maken hier. Dat is zo leuk. Hoe ga ik dat doen? Vroeger deed je dat altijd met pilaren, maar ik weet niet of dat nu nog kan. Kan dat nog? Ja, volgens mij kan je dat nu gewoon erop leggen, of niet? Volgens mij kan je het gewoon helemaal doortrekken. Nee? Nee, dat werkt niet zo. Oh, ik weet al hoe het werkt. Laat maar. Joejoe. Zo moet dat. kijk. Oh, dat kennen we niet zeker. Maar dit kan wel. Kijk. Kijk jongens, dit wordt toch hartstikke spannend. Dit wordt superleuk. Dan maken we van die kleine bruggetjes ertussen. Een soort Venetië. Ik weet niet of Venetië dat heeft. Ik ben er nog nooit geweest. Ik wil er altijd een keer heen. Kai houdt niet van Italië. Hij heeft een soort trauma van vroeger eraan. En je denkt van, jammer. Shit. Maar ik ben een keer met Bo ben ik naar Milaan geweest. Maar ja, daar heb je natuurlijk niet. Dat is niet Venetië. Dus ja, ophouden nu. Oké. Wat me ook heel erg leuk lijkt, is dat je wilt natuurlijk alles zien als je hier bent. Dus het lijkt me ook heel leuk omdat je dan hier ook nog een keer langs alles kan lopen. En dit is ook een soort winkelstraat. Dus dit kunnen we eigenlijk helemaal doortrekken. Zo. Dit vind ik zo lelijk aan de Sims 4. Je kan niet van dit ertussen zetten, van die paaltjes. Dat kon je vroeger. Misschien is er wel een manier hoor, maar dan weet ik dat weer niet. Dat kan ook. maar dat was echt de shit vroeger. Dat was echt leuk. Oké. Ik weet geen eens in wat voor stijl het gaat worden, jongens. Ik heb ook nog niet een soort paletje gemaakt met alles. Dus dat moeten we ook nog eventjes gaan doen. Maar qua vloer, ik dacht wel een lichte vloer, een beetje modern. Ik vind dit ook mooi of zo. Ik vind het ook wel netjes. Kan ik het niet hier doen? Oh jawel, dat ken ik wel. Oh, maar ik vind het wel lelijk. Misschien wil ik wel die rode steen. Dat is dit. Vind ik ook wel mooi, maar... Oké. Nee. Ik voel het niet. Oké, jongens. Laten we eerst eventjes een soort paletje maken met van alles. Dus we gaan eventjes gewoon een muurtje trekken. Zo. We trekken nog een muurtje. En we doen nog een muurtje voor wat ramen. Zo. Oké, dan moeten we eventjes gaan kijken van... Oké, wat voor... muren, dus wat voor stenen willen we gaan gebruiken. Ik zal het even zo zetten, dan zien we mooier licht. Wat voor steen willen we gebruiken? Willen we dit overal gaan doen? To be honest vind ik deze super mooi. Is prachtig. Heerlijk. Wat een lekker kleurtje. Kijk, die vind ik niet mooi. Die vind ik veel te wit. Die vind ik weer te urban. Ik vind dit echt een mooi dingetje eigenlijk. Hartstikke leuk deze. Maar ook weer niet modern. En jongens, we moeten een beetje modern denken, hè? Dus misschien geen baksteen, maar gewoon beton. Kom ik weer, hoor. Huppatee! Pleur de beton erop. Ja, ik vind het dan zo basic worden of zo. Waar is de beton? Rots en steen. Betimmering. Verf. Ze hebben geen eens beton, joh. Zit je nou te wouwen, Roy? Oh, dit vind ik ook heel modern. Ja, het moet wel een beetje modern worden, maar ook wel weer een beetje tijdloos. Dus een beetje van, oké, als we dit over 50 jaar nog zien, dan gaan we niet zeggen van, oh, dit hebben ze gemaakt in 2018. Want weet je wat wij bijvoorbeeld nu hebben met 1980 dingetjes of zo, weet ik veel wat ik zeg. Oh, ik vind deze ook mooi. Ja, ik ben wel een beetje in vorm met zo'n lekkere steen. Dat vind ik wel mooi. Geen groen, het moet wel een beetje neutraal blijven eerst. Er komen heel veel planten. Dus
We moeten ook nog even een selectie maken met planten. Maar ja, kijk, zo zie je dit even voor je. En dan moet even de stenen vloer zien. Nou ja, dit gaan we niet overal neerleggen. Dan word je helemaal krankjorig. Ik weet niet of dat een goed woord is, maar ik vind het een leuk woord, dus ik zeg het gewoon. Ja, wil ik steen? Wil ik een stenen vloer? Kijk, want dit... Oh, deze steen is mooi. Lekker groot. Wat een mooie joekel van een steen is dit. Die hebben ze ook nog in andere kleuren. Lekker in een oranje doen. Zo, dat is intens. Of een bruine. Oh, die bruine vind ik wel mooi eigenlijk. Ja, dat vind ik nog wel wat hebben. Vind je eigenlijk wel mooi? Ja, jongens. Jullie denken misschien van Roy, gadverdamme, wat ben je aan het doen? Maar kijk, als je deze combi ziet. Vind ik wel mooi. Of niet? Zit ik weer echt uit mijn nek te lullen nu, jongens. Dat je denkt van nee, Roy, want... Als je dit over 2 afleveringen ziet, dan wil je het niet meer. Ja, kan ook. Kijk, ik vind dit veel te wit. Alhoewel is het wel heel mooi. Het is wel heel modern. Ik vind het grijze wel heel erg mooi. Maar ja, dat ligt dan hier overal in. Dat ziet er nu wel heel erg intens uit. Ja, en dit ook steen. Ja, dat kan echt niet. Eén stenen boel. Is dat een woord? I don't know. Ik vind dit ook wel gaaf. Dat we dit als secundair dingetje gaan doen. Stel, kijk. We gebruiken dat niet overal. Maar stel, we doen het hier. En er is een winkel hier. Die krijgt dan dit. Ja, ik vind dat wel mooi. Kijk, weet je waar ik een beetje bang voor ben? Is dat wij dan lekker gaan bouwen. En dat we dan denken van... Oeh, eigenlijk is dit veel mooier. En dan moeten we het overal dadelijk gaan aanpassen. En dan word je helemaal gek. Ja, dat moet je niet hebben. Dat gaan we niet doen. Ben je mal? Snap je hem? Shopping mal? Ben je mal? Ik ga naar huis, jongens. Oh nee, wacht. Ik ben thuis. Shit. Hoe doe ik... Oké, en nu? Oh my god. Het is nog steeds een beetje gek trouwens dat ik hier woon. Like, ik ben hier nu langer dan een week. En ik woon er echt. En het is crazy. Het is super fijn. Het is wel super fijn hoor. Ik heb het wel echt naar mijn zin. Maar het is nog wel steeds een beetje gek natuurlijk. Maar dat is ook niet gek. Ik woon opeens in een stad. Ik woon in een boerendorp. Ik ga niet zeggen waar ik woon. Van, hé Roy, maar nu kan je dat zeggen, want je woont er toch niet meer? Nee. Deze vind ik super mooi. Oh, heel modern. Lekker hedendaags. Lekker tijdloos. Lekker patroontje erin. Maar niet storend of zo. Ik vind het ook. Ik vind hem hartstikke. Ik vind dit wel mooi. Hoor mij dan, ik kom niet aan mijn woorden. Ik vind het zo mooi, jongens. Oké, niet zo mooi dat ik er niks meer van weet. Ja, ik vind dit ook leuk. Maar ook weer niet. Ik vind het ook super lelijk. Oké, wat is dit? Oh, dit in een witte. Oh, dat vind ik ook mooi. Een soort lekker kiezelsteentje. Maar dan, het is meer zo'n terrassovloertje, hè? Oh, kijk, eigenlijk dat, wat ze dan doen, dat hebben ze bijvoorbeeld in Den Haag liggen. Dan hebben ze dit en er zit er wat tussen. En dat is gewoon een beetje ouderwets. Ook mooi. Heerlijk, doe maar een vloer. Leg maar een vloertje bij mij neer. Doe maar lekker. Kom maar, hoor. Oké, dit zijn badkamertegels, dat kunnen we niet maken. Maar in het wit... Nee, we lopen in de badkamer. Nee, dat kunnen we niet maken. Ja, die marmervloer. Beetje klaar ermee hoor. Beetje genoeg. Oké. Misschien moeten we hier nog even goed over gaan brainstormen. Misschien ga ik nog eventjes wat leuke plaatjes opzoeken op internet ervoor. Maar het lijkt me wel leuk om jullie misschien ook wel even mee te helpen. Want stel je denkt van, Roy, gebruik altijd deze kleuren. Doe eens een keer deze combinatie. Weet ik veel, zeg maar wat. Misschien krijgen jullie wel nu een ingeving van... Roy, dit moet je doen. Echt. It's amazing. Nou, dan doen we dat toch. Ja, hey. Zo moeilijk ben ik niet. Dus zeg het maar lekker in de comments, jongens. Dan doen we dat. Heerlijk. Even kijken. Nu moeten we even een beetje gaan beslissen. Oké, wat voor ramen kunnen daar dan bij? Ik vind deze heel erg mooi. Wel druk, maar wel opvallend. Oké, dit is too much. Nee, dat gaat er niet in, hoor. Oh, deze vind ik mooi. Misschien kunnen we een soort leuk patroon maken van ramen. Dus we hebben dit altijd. En dan doen we dit. Bijvoorbeeld zoiets. Ik vind het wel iets Japans hebben of zo. Ik vind het wel mooi. Of we doen hier altijd een deur tussen. Of we maken zelf ramen met deze dingen.
Wat ook mooi is. Oeh, die zijn best mooi eigenlijk. Heb ik daar nog meer dingen van? Nee. Maar dat is maar één kant op, dat raam. Ik heb er nog meer onderdelen van. Ja, ik heb dit, maar dat is klein. Dan moeten we niet. Nee. Op ruimte. Oh, kijk. Oh, dat is nieuw. Dat wist ik niet. Zit dat er al een tijd? Heb ik gewoon niet op geklikt. Zo, dat scheelt. Dat scheelt werk. Dat is wel mooi. Leuk. Oké. We komen weer achter alles aan, jongens. Hartstikke leuk. Oké. Ik wil even... Ja, ik wil nog eigenlijk geen indeling maken. Want dan zit je zo meteen aan een indeling vast, weet je wel. Maar het leek me heel leuk om hier wel echt een hotel te maken. Dus wat ik eigenlijk wil doen, is dat ik het hier wel weer dicht ga maken aan deze kant. Niet helemaal, want er kan hier kan ook een ingang zijn van het hotel. Maar dan doe je gewoon zo. Kijk, dan is dit als het goed is dicht. Oh ja, dat ken je natuurlijk niet. Pot en doos, hier zit natuurlijk geen ding in. Nee. Hallo? Mag ik weer mijn muur hebben? Oké, we doen het wel zo. Doei! Dan krijgen jullie het maar koud. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ik heb het nu al gesloopt, dus. Nee, maar kijk, dat het hier... weet je dat het hier wel weer gelijksvloers is of zo? Ik wil het ook weer niet te groot maken, want ja, het is wel een shoppingmall. Kijk, ik vind dit wel echt mooi. Dan kan je lekker... kan je hotelkamertjes hebben. Misschien komt wel de lobby hier beneden dan. En beneden heb je dan weer een fitnesszaal. Nou ja, beneden hier dan. I like it. Ik vind het wel een goed idee. Oh, kunnen we hem weer toevoegen? Plafond bouwen. Kijk. Heerlijk. Hartstikke goed. Kijk, zo. Kijk, er komt hier het hotel bijvoorbeeld. Ik geef het al gewoon even een plekje. Hebben we toch wel weer een hotelletje, jongens. Oh, wat is dat fijn. Wat is dat leuk. Kijk, dat we hier bijvoorbeeld dit doen. Zo. Oh nee, wacht. Nog één verdieping erop. Het wordt hoog, jongens. Het wordt een groot project. Maar ik heb er zin in. Echt. Eigenlijk moet er nog één omhoog. Kan dat? Zou dat kunnen? En kan er nu nog één op? Oh, dat kan? Ja, natuurlijk kunnen we nu een stuk hoger. Maar, wat nou als we hier het zwembad in doen? Want is het dan... Kijk, dat kan zo dan, hè? Oh, dat kan je... Oh, dat zie je niet per se. Oh, waar maak ik me druk om? Oh, daar maak ik me nergens druk om. Ik dacht meteen al van, oh ja, dan gaan mensen dat zien. Heerlijk, maar niet heus. Kijk, maar dan kan je hier een zwembadje in maken, hè? Mensen kunnen je wel zien zwemmen. Nou, dat is toch wel geweldig. Dat is wel leuk. Dat is wel grappig. Dat is wel cool. Kijk, doe je zo'n soort hot tub erbij. Ik zit nu maar wat te doen, hè, jongens. Ik doe maar wat. Ik zit even voor de gein even te doen. Maar weet je, dan heb je hier een zwembadje. En dan komen hierboven komen er nog meer hotelkamertjes. Kijk, doe je gewoon zo. Hoppa. Weet je, het is een klein hotelletje. Love it. Echt. Helemaal leuk. Nou kijk, dit is dus een idee voor een hotel. En dan kan het hier nog meer omhoog gaan. En heb je dat eigenlijk in een soort winkelcentrum. Ik vind dat heel erg cool. Dus we kunnen nog van alles kunnen we hier neer gaan zetten. Dus maak het maar zo gek mogelijk, jongens. Ik heb nu een hotel even verzonnen in een hoek. Ik vind dat wel leuk, want dan heb je zo'n leuk uitzicht. Kijk, dit is toch geweldig. Ja, ik vind dat leuk. Een soort infinity pool. Nou ja, bijna. Er zit een lantaarnpaal. Maar ik vind het wel een leuk idee. Helemaal leuk. Dus dat houden we er zeker in. Kunnen we even dit veranderen? Niet dat we dat nu nodig hebben, maar hey, ik dacht even leuk. Hartstikke leuk, jongens. Oké. Ja, ik vind het wel prima even voor nu, jongens. Ik vind het wel goed. Ik zit weer heel lang te lullen, zo te zien. Niet goed, maar ook weer wel. Want dit was de allereerste aflevering. Zoals je ziet is er niet veel gebeurd. Maar jongens, de eerste basis moet zeker gelegd worden. Dus overmorgen zal er een volgende aflevering online staan. En dan, ik hoop dat jullie even hard reageren nu. Want dan kan ik dat meenemen in de volgende video. Dus laat zeker eventjes jullie reacties achter hier beneden. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie van het idee vinden. En of jullie tips hebben. En of jullie een leuke soort muur hebben. Of een leuke kleurencombinatie. Van Roy, werk nou eens een keer met iets anders in plaats van hout. Met wit en zo. En
maak het maar zo gek mogelijk. Of nou ja, zo leuk mogelijk. En zo gek. Maakt niet uit. Dus ga me helemaal los. Oké. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik vind het nog steeds gek deze achtergrond. Maar binnenkort gaat het veranderen. Want dan komen hier allemaal leuke dingen. En dan wordt het allemaal weer wat gezelliger. Het lijkt nu alsof ik een beetje werk bij de klantenservice. Niet dat dat verkeerd is. Maar dat is ook zo. Ja. Het ziet er ook een beetje saai uit als dit. Niet dat het misschien saai is. Maar je snapt het wel. Oké. Bedankt voor het kijken van deze video. Als je het leuk vond, even een duimpje op deze video. En als je het niet leuk vond, durf je het nog steeds. En hopelijk zie ik jou volgende keer op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en doei doei. Bye bye. Hey.